Breda Nu. Je weet het meteen. Iedereen die herkent het wel. Je hebt iets gedaan of gezegd waar je spijt van hebt. Sorry, dat is eigenlijk hetgene wat je wil zeggen. Hier achter mij staat de sorry limousine van het familiediner en die biedt u deze kans. Maar tegen wie wil u eigenlijk sorry zeggen? Ik zou best tegen iemand sorry willen zeggen, maar ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik op dit moment niemand heb tegen wie ik sorry wil zeggen. Of hoef te zeggen. Ja, misschien tegen mijn vader. Ik kan altijd heel erg goed opschieten met mijn moeder. Met mijn vader heb ik af en toe wel eens dingen dat ik het niet met hem eens ben of zo. En dan ga ik er wel eens heel hard tegen in. En dat gaat soms een beetje te ver. Dus daar wil ik wel sorry voor zeggen. Dat is eigenlijk niet nodig. Ja, dat wil ik. En dat wil ik doen tegenover mijn moeder. Ik wil haar gewoon mijn excuses aanbieden voor alles wat ik heb gedaan wat niet kan. En alles wat niet hoort. En bij deze mama, sorry. En we gaan het nou gewoon goed doen. U staat hier wel vandaag met die sorry limousine van het familiediner. Ja. Zijn er veel mensen die er gebruik van maken van deze gelegenheid? Ja, want ik zie regelmatig mensen instappen. Kijk, ik weet dat er heel veel mensen zijn die we tegenkomen die gewoon niemand hebben. Want het kan ook zomaar zijn dat er op een bepaald moment niet iemand is tegen wie je sorry wil zeggen. Alleen wat ik altijd wel grappig vind, ik spreek soms ook gewoon zelf mensen aan. Dat mensen van wie je het soms niet verwacht, dan zeg ik, zou je tegen iemand sorry willen zeggen? Als het er is, weten mensen het meteen. Meneer, zou je tegen iemand sorry willen zeggen? Ja, hoor. Sorry. Ik zou wel sorry willen zeggen tegen alle vrienden die ik nooit terugbad heb. Want daar ben ik echt heel erg slecht in. En dat is best wel naar. Dus sorry daarvoor, alle vrienden die ik niet terugbad heb. Gewoon een moeilijke vraag, maar eigenlijk niet per se. Ik denk dat ik het op dit moment met iedereen goed kan vinden. Het is belangrijk dat wij met liefde en harmonie met iedereen samenleven. Dus geen sorry. Als er iets is waarvan je zegt, ik loop niet met een fijn gevoel rond. Eigenlijk had ik niet moeten zeggen of dat had ik juist wel moeten doen. Dat weten mensen meteen. En dan is de vraag, van wil je dat op een leuke manier in onze sorry limo doen of niet? En wij bieden mensen graag de kans om iets op te lossen waar ze soms al heel lang mee lopen. Breda Nu. Je weet het meteen.